Cyril Dessers, lekkere wedstrijd. Ja, heel leuk. Ik denk dat we eigenlijk heel de wedstrijd lang controle hebben gehad. We hebben er heel hard op getraind deze week en ik denk dat we gewoon het hebben kunnen uitvoeren. Dus dat is heel leuk natuurlijk. Okay, zijn er specifieke spelsituaties waarop getraind is deze week? Ja, we hebben toch wel gefocust op de flanken eigenlijk, omdat we weten dat ze inzakken. Een beetje zoals de vorige clubs waar we tegen hebben gespeeld. Daar hadden we een beetje moeilijk mee, dus we hebben geprobeerd de flanken te benutten. Er is toch wel wat gevaar uitgekomen. Ja, zeker. Wat mij ook opviel vanavond is dat we ontzettend veel corners hebben genomen, waarvan we eigenlijk niet echt doelgericht uit de voeten zijn gekomen met die corners. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat de corners op zich niet zo slecht waren, maar we mogen ook niet vergeten, Fortuna is fysiek een sterke ploeg, veel grote jongens. Keepers van hen speelden ook vandaag een goede wedstrijd, dus daar hadden we misschien iets meer kunnen mee doen, maar ik onthoud gewoon het belangrijkste en dat is natuurlijk die 3 punten. Ja, de keeper van Fortuna zat er inderdaad vanavond een aantal keer lekker aan. Ook bij balletjes die jij inschoot. Nog een afgekeurd doelpunt. Wegens buitenspel. Terecht? Ja, dat vraag ik eigenlijk aan jou. Terecht of niet? Ja, ik weet het niet. Kijk, ik ben een speler die op het randje speelt. Ik doe het puur op gevoel, op instinct. Ik kijk niet naar de verdediger zo. Ik speel op gevoel. Dus was het dan net wel of net niet buitenspel, zullen we straks dan misschien zien. Ja, laten we inderdaad daarvoor de herhaling nog een keer terug gaan kijken. Met betrekking tot de training van deze week. Zijn er nog op specifieke spelsituaties getraind of is er iets anders waardoor het team zo lekker naar elkaar toe is getrokken vanavond? Ja, nee, kijk, we wisten dat we na die twee verloren wedstrijden dat we gewoon moesten antwoorden hier op het veld met de voeten. Er is, en dan zijn er geen geheimen in voetbal, dan is het gewoon keihard werken. We hebben deze week ongelooflijk zware week gehad, maar zelfs met de benen die een beetje vermoeid zijn, dan blijven we gewoon lopen. En we hebben een beetje getraind. Allee, het accent lag deze week wel op de flanken benutten, dat we dat iets te weinig deden. Maar ik denk dat we dat vandaag wel goed hebben gedaan, dat er ook wel wat gevaar is van gekomen. Ja. Wie was voor jou vanavond de uitblinker in het elftal van NAC? Ja, dan moet ik toch wel... Ik wil niemand tekort doen natuurlijk, maar als ik dan kijk van waar dat Danny Verbeek komt dit seizoen, ups en downs gehad, dan kan ik alleen maar heel blij zijn voor hem na die wedstrijd vandaag, want hij heeft het, vind ik, heel goed gedaan. Het is een plezier om als spits met hem te spelen. Hij ziet het heel goed. Hij weet wanneer hij moet inhouden, hij weet wanneer hij moet doorgaan. Hij heeft gewoon een heel goede wedstrijd gespeeld en ik hoop dat hij hierop kan verder gaan. Ja, ik zag Verbeek ook gedurende de wedstrijd en vooral in de tweede helft een soort coachende rol op zich nemen. Is dat ook iets wat je bij Verbeek op de trainingen terugziet? Ja, we weten allemaal dat Beekje misschien iets meer de speelvogel is dan de leider met de grote woorden misschien, maar hij heeft wel die ervaring, zal ik het zo zeggen. Ik denk dat hij misschien iets meer in die rol is aan het groeien binnen onze groep en daar kunnen we alleen maar blij mee zijn, denk ik. Ja, dat zijn wij als supporters natuurlijk ook. Vanuit de verdediging en ook vanuit diep op het middenveld zag ik een aantal prachtige mooie lange ballen jouw kant op gaan. En ik zie jou dan ook gewoon iedere keer lekker strak en scherp op die ballen inlopen. Is dat iets waar jij denkt dat jij het beste uit de verf komt? Ja, ik denk uiteindelijk toch dat ik het beste uit de verf kom rond de 16, maar ik ben heel blij als ik voor de ploeg ook iets kan betekenen in het samenspel en in het veldspel. En ik werk daar ongelooflijk hard voor en ik doe mijn best daarvoor. En hopelijk als het lukt zoals vandaag of als we een eindresultaat kunnen neerzetten zoals vandaag, is dat heel leuk. Ja, dan hopen wij dat wij de komende weken weer een aantal hele mooie resultaten gaan terugzien met Dessers in de basis. Ja, hopelijk wel. Hey, bedankt. Fijne avond. Fijn weekend. Dankjewel.